Welkom terug bij Pokémon Generations Monotype, Jordi is in Gen 8. Milan is bezig met de Walestein, of we hebben hem ondertussen. En ik ben nog steeds het kutte in de league. Fuck dit. Kutte in de league. Hij kut toch in de league. Ik zit echt te denken, wanneer kan ik ga ik mijn potions er zo gebruiken? Wanneer je voorbij Lucian bent. Ja, Lucian is de vierde, toch? Ja, maar... Lucian is de vierde, ja. Ja, maar... Ja, maar... Ik bedoel, ik heb nu al mijn zesde Pokémon nog. Mm-hmm. Ik ben bijna klaar met Aaron. Ik heb alleen nog zijn Heracross nog. En Aaron is de tweede. Aaron is de eerste. Oh, dan zou ik geen potions gebruiken. Ja, maar... Waarom niet? Ik bedoel, ik... Ja, je kan ik heb potions nu twee gebruiken Pokémon's... en niet zeven. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat kan je doen. Ja, en daarnaast, als je voorbij de tweede of de elite 4 kan komen, ja, dan kan je potions gebruiken, want dan heb je toch wat geld. Ja, maar ik heb nu 60 potions. Weet je wat 60 hyper potions, hè? Is? Sorry, Milan, wat wil je zeggen? En weet je wat super typisch is? We zijn de aflevering, ik denk net een minuut begonnen. Mm-hmm. Ja. Ik had alle tijd gehad om even naar de wc te gaan, maar ik hoefde helemaal niet. En we zijn nog geen minuut bezig en ik moet opeens naar de wc. Dat is toch kut? Dat is inderdaad heel erg kut. Dat is gewoon kutleven. Dat is echt het begrip kutleven. Eerst even de watersteen. Harm, je gaat nu beginnen met Rose Raid en niet met Tentacruel. Alright. What story was evolving? Nou, en ik ga nu op zoek naar de Jamper. Star you, star me, star everybody. Hey! Nou, hoe makkelijker wil je het hebben? Jamper spawnt letterlijk voor mijn reet. Ja, en encounters in Gen 8 zijn ook gewoon simpel. Ja, het is ook een overworld encounter, dus... De game is over het algemeen simpel. Ja. Ja, zeg dat het niet zo is dan. Het is toch zo? Nee, ik... Ja. 100%. Nou. Voor de schaal wel? Zingen. Er is de Bobby. Nee. Er is de Bobby ook gewoon. Nou, Milan... Je moet Iron Island eerst doen voordat je de gym kan doen, toch? Nee, Iron Island is optioneel, maar het is wel goed voor de... Fuck off! Voor de cunt! Levels. Earthquake, of de dik, critical hit. Sorry, ik dacht dat je zei fuck off op het simpele feit dat je Iron Island kan skippen. Nee, ik zeg fuck off meestal al, net zoals net, op de perfecte momenten volgens mij. Ja. Fucking cunt. Yeah. Dat doe je expres. Je wacht gewoon totdat iemand wat heeft en dan ja! Ja, nee, daar kik ik op. Nou, goed. Ik ben een robot. Jij bent de robot. My life is a teenage robot. Daar komt dat vandaan. Ja. Ja. Dat klopt, ja. Fucking goede serie was dat vroeger. Koelkast is voor jou. 15... Hoe ging dat ook alweer? Het is de ene na de andere cartoon referentie. Ik ga het nu op zoek ook. 5 uur, ik word gebeld om te skaten op de skatebaan vlakbij de stad. Wauw. Maar van mijn moeder moet ik de aarde beschermen tegen wezens van buitenaf. Wat mensen niet weten is dat Milan iedere cartoon afgaat van Nickelodeon tussen 2000 en 2015. Nee, voordat we iedere recording beginnen. Nee. Oh my god, ik heb een playlist gevonden met alleen maar oude fucking intro's, gek. Nou, ik weet wat we gaan doen vandaag.
Dit vond ik echt de allerergste. Dit vond ik echt zo'n vreselijke pleuriserie. Daar had ik echt zo'n ontiegelijke tyfushekel aan. Is de tofu's. Kom maar plezier in het land van tofu. Wow, het is de tofu's. What the fuck? Hoe komt dit? Wat een kateringrek al deze serie. Nee. Milan, ik weet dat, omdat jij en ik een tijdje, toen ik in Gen 4 of Gen 3 was, zaten we iedere keer te zeggen curly, curly, curly. Oh ja, curly, curly, curly. En curly, daar werd wel mee nog gek van. Mooi, is de schaap aan het land. 3, 2, 1. Daar komt Jimmy aan. Ik heb even een vraagje tussendoor over de game, hè? Antwoordje tussendoor over de game. Moet je in Iron Island naar rechts of naar links? Naar rechts. Kut, sorry. Yo, Matt, ik heb hier dingen, ik zie hier dingen tussen staan. What the fuck? Ik wist niet eens wat er op stond. Als ik je ga je draaien, nou dan is het grote klasse. Een begon als een grap van die totaal uit de hand. En alle mensen roepen, hey, what's with Andy? Ik ben echt waar de grootste bestkop die er is. What's with Andy? Oh, what's with Andy? Ik mag graag iemand plagen en me lekker misdragen. Oh, what's with Andy? Oh, what's with Andy? Het is tijd voor Animaniacs. Dat vond ik ook dus ook kut. Maar wat ik heel grappig vind, is die aflevering dat ze al die landen opnoemen. Dat vond ik legend. Mm-hmm. Ja, dat vind ik dan ook wel grappig. Yo. In een duistere wereld, vol narigheid, storten broer en zus zich in de strijd. Dit is zo fucking lang geleden, gek. Mag ik één ding even opperen tussendoor? Dat ik weet niet of dit chill is om naar te kijken. Nee. Maar dat was wel even geinig. Ik vond het even grappig om te doen. Mental. Overigens, ik vond Boze Bevers altijd ondergewaardeerd. Yo, dat was machtig, gek. Holy fuck, ik krijg echt nostalgie vibes. Fucking hell. Ying yang yo, ying yang yo. Ying yang yo! Boze Bevers. Mooiste van Boze Bevers vind ik die aflevering. Ja eens. Tuurlijk. De aflevering nog maar niet is zo van. Oh, ik heb heel lang geslapen. Hoe lang heb ik geslapen? Ja, 10 jaar. En van dat Angry Beavers. Hoe lang zijn we wakker geworden? Opeens is alles schroom. Dat was bij SpongeBob toch ook? SpongeBob ook, ja. Ja, die 10.000 BC aflevering, die was ook legend. Oh. Ja, maar dat vind ik dus het rare. SpongeBob is echt en Avatar, The Last Airbender, zijn de enige die Nederlands beter zijn dan het Engels. Echt waar. Mm-hmm. Nou, ik vind Avatar niet beter dan het Nederlands, hoor. Oh, ik kan de stem in het Engels van Eng echt niet handelen. Oh, daar ben ik fucking agressief van. Ja. Starivio! Ik hoorde die Lucario dude toch tegen te komen, of niet? Riley? Ja. Misschien moet je nog iets verder naar beneden. Oké. Okay. Want hij hield je Pokémon ook, daar heb ik wel even behoefte aan namelijk. Boos.
Onze bevers. Ja. Wij zijn skaters met een missie, onwijs coole kids in startpositie. Rocket power! Was toch topconditie? Dacht ik. Is het echt gewoon niet meer te verstaan? Hè? Op sommige punten, nee. Dacht ik al. Godverdomme, is er met mijn internet aan de hand? Op sommige punten kunnen we gewoon voor lange momenten jou verstaan. Op sommige momenten is het zo van, nee. Ja, dat dacht ik al. Ik weet niet of iemand wie de fucker illegaal aan het downloaden is bij mij thuis, maar... Jezus, man. Ja, goede vraag. Het zullen vast skaters met een missie zijn. Bij Rocket Power vond die specials altijd legendarisch. Als dat skaters waren met een missie, dan waren ze geen porno aan het downloaden. Nee. Jullie hebben zeker weer niet gehoord wat ik zei? Misschien zijn het wel onwijs coole kids. Jullie hebben zeker weer niet gehoord wat ik zei, of wel? Nee. Dacht ik al. Ik wacht even tot mijn balk weer goed wordt. Hé, hij is weer goed. Ah, hij is weer weg. Ja. Godverdomme. Ja? Nee? Doet hij het? Ben ik te verstaan? Nee? Ja. Oh, wel. Lekker. Jawel. Ik wou zeggen... Wat ik altijd legendary vond bij Rocket Power waren die specials. Oh, de specials waren inderdaad gaaf, ja. Ja, ze gaan toch op een gegeven moment naar Hawaii, naar zo'n eiland? Ja, ook. Dat ze zo'n tikkie hebben of zo. Ja. Sowieso, die specials vroeger waren goed. Misschien meer dat ik me bedenk dat die specials goed waren, dan dat ze daadwerkelijk goed waren, maar... Dat maakt niet uit. Het voelde tenminste aan als speciale afleveringen. Mm-hmm. Ja, ze duurden ook langer. Dat is niet altijd een... een goed punt, maar bij die dingen hebben we meestal wel. Ja, een stuk beter dan de huidige cartoons. Toch even, er zitten wel een paar goede cartoons in de huidige tijd bij, maar meer dan nou, ook nu niks meer, dus ik heb geen idee. Als je nu naar Nickelodeon of iets kijkt, dan triggert je het je kapot hard met hoe slecht het er juist uitziet. Ja, klopt. Ik denk oprecht dat wij de beste tijd hebben geleefd, hoor, qua cartoons. Dat denk ik echt. Ja, er zitten wel een paar tussen waarvan ik denk van, oké, die zijn goed, maar merendeel is inderdaad dezelfde kwaliteit. Wij hebben echt bangers. We hebben echt bangers gehad. Ja. Weet je, ik dacht dat Riley Pokémon's ook hielden en zo. Zou die volgens mij ook moeten doen. Moet hij doen, ja. Nou, dat doet hij anders nog niet. Je moet eerst even in een battle zijn geweest, hè. Je moet krijgen niet gelijk. Het is niet instant. Ja, dat dus. Ja, Grookey. Heb ik. Ik word lucht gesneden. Word jij... Door zo'n goalbed. Door de lucht gesneden of in de lucht gesneden? Wat word je gesneden? Ik word lucht gesneden. Jij wordt lucht gesneden, oké. Okay. Ja. Nou, weer een poging. Krijg je schurft. Krijg de schurft. Met een missie. Oh my god. Schurft met een missie. Ja. Wij noemen het de Gouden Eeuw. Schurfie. De Gouden Eeuw. Dat vond ik lollig. Godverdomme, nu zitten al die cartoon dingen in mijn hoofd. Graag gedaan. Even kijken, wat zit er nog meer in die lijst? Oh ja, hij zit er inderdaad. Inspector Gadget. Hij wil niks. Drake and Josh, altijd goed. Dat vond ik nou een underrated serie. Als je het over underrated series hebt, dat is echt fucking underrated. Dat was echt legend, Drake and Josh. Ja, terwijl het in Amerika echt niet underrated was, dan vond iedereen het vet. Mm-hmm. Ja, nou, hier werd het bijna niemand gekeken. De Powerpuff Girls. Hey Arnold! Jezus. Brum. Brummetje. Legend. Och, Brum, ja. Chip and Dale, Lookie Luke. Alfred, je dook is kwak. De originele DuckTales.
De Drieling. Jezus Christus. DuckTales. Danny Phantom. Spoken zegjes graf, want hier is Danny Phantom. Daar quote ik ook nog wel eens een liedje uit. Terwijl ik heb die serie bijna niet gezien, behalve één aflevering. En daar quote ik altijd. Ik ga het zeggen, ik heb die serie persoonlijk ook nooit gekeken. Jacob Dubbel. Jacob Dubbel. Dat zeg ik ook nog heel vaak. Jacob Dubbel. Zeg jij Jacob Dubbel heel erg vaak? Ja? Oh, Dubbel Dubbel. Dexter's Laboratory. Beyblade. Let it rip. Lucky Luke was ook legendarisch. Mm-hmm. Lucky Luke was ook legendarisch, ja. Rugrats, ook goed. Ratje toe. Ja, mooi. Bizar. Ja, die. Ja. Die, ja. Deze vind ik echt mental. Stuur maar die playlist straks eens op, want ik heb nu ook echt zin om daar gewoon eventjes naar doorheen te speuren. Hamtaro! Hamtaro, ja. Lilo en Stitch. Totally ja, Spice. Maar die serie vond ik ook veel leuker dan de Lilo en Stitch films. Nou ja, ik ben benieuwd naar die live action die eraan gaat komen. Ja. Totally Spice. 16. Trolls, Johnny Test, ook legendarisch hoor. Johnny Test. Weet je wat ik heel jammer vind van Drake en Josh? Dat je online het nergens kan vinden. Oh, als ik even mijn best doe, kan ik... Ik zou echt een moord doen om alle afleveringen te kijken. Ik heb dat is, hoe lang is dat geleden? Ik denk wel, misschien wel zo'n 7, 8 jaar geleden, heb ik nog een keer alles zitten kijken. It's gonna take some time to realize. Fuck, die goed gek. Niet goed, ja. Yo, Chalkzone. Ja, Chalkzone, ja. Daar had ik een teringhekel aan. Ja? Ja, die kon ik echt niet handelen ook. Oh. Toetenstein! Jezus! Ja, dat was ook leuk. Dat was leuk. Johnny Test. Impossible natuurlijk. Pinky and the Brain. Dat vond ik nou de kut. Ene is onnozel, de andere gemeen. Powerpuff Girls. A Kind of Magic. Dat is natuurlijk ook een serie. It's a vroeger. Kind of Magic. Je weet dat in de nieuwe Animaniacs er een villain is voor Brain? Wait, what? Ja, de remake van de... En de Maniacs is ook Pinky in de Brain ook opnieuw. Alleen dan heeft Brain simpel gezegd Hillary Clinton gemaakt als muis. Man, wat. Car 2, Jezus. Jesus Christ. Carl 2. Ik ga hem wel even in de WhatsApp group. In de WhatsApp group? Ja, nu erin gezet. WhatsApp group. Harm Klok, ja. Nice. Nice. Holy fuck. In Engeland heet het heel de serie van My Life is a Teenage Robot heel anders. Dan heb je die naam van de robot zelf. X nog wat. XC9. Oké. Okay. Die stem van die moeder, die triggerde mij zo hard. Jenner! Godverdomme, hou je graf weg! Mens, alsjeblieft! Oh, de koekjes. Oh, echt, maar de tofu's dat triggerde mij het meeste van alles. En dat werd dan te vaak uitgezonden. Omdat het vegan zijn, zeker? Ik weet niet, ik vond het gewoon heel slecht. Het had inderdaad wel heel vaak marathons, klopt, ja. Mijn god, wat er veel uitgezonden. Ik weet niet, ik vond het wel een leuke serie altijd, de tofu's. Wat ik een goede serie vind, maar bijna niemand kent het, was Kappa Mikey. Ja, die was nee, goed. Dat ken ik niet. Maar dat komt meer omdat het gewoon in Japan ook afspeelde. Nou, je had ook zo'n vage serie. Dat waren eigenlijk allemaal shorts. En er gebeurden de meest rare dingen. Hoe heet dat ook weer? Daar kwam ook Ninja Handyman. Misschien zeggen jullie dat wel. Ja, ik weet alleen even de naam niet van de... Nou, ik zoek gewoon Ninja Handyman op. Dan komen we er al, denk ik.
Ninja. Zo'n rare serie was dat. Planet Sketch. Ja, Planet Sketch! Mental! Yo! Ah ja, die. Ja, ik ken hem weer. Dat was dat met die rare geluiden. Rare Was met die rare geluiden. Holy fuck, gek. En het eindigde altijd met zo'n vrouwke die dan de outro ging spelen op een, elke keer op een andere manier. Keer dan speelde ze piano op haar tanden of zo. Yo, memory unlocked. Memory unlocked. Yo. Matt. Weet je wat ik ook leuk vond? Dat was niet zo heel lang, maar Flat Mania. Zegt jullie dat wel? Ja. Dat vond ik ook wel grappig. Help me even op weg. Ja, dat is zo'n stripboek. En dan had je zo'n... volgens mij broer en zus, die werden in zo'n stripboek gezogen. En die, deden allemaal avonturen in dat stripboek. En dan zag je ook in beeld gewoon een stripplaatje. En dan liepen hun als blaadjes papier doorheen. Yo, zeg maar. Er staat me iets van bij. Mental. Geniaal. Fucking hell. Daar de memory unlocked vandaag weer. Holy smokes. Mm-hmm. En girl stuff, boy stuff, zeggen jullie wel wat? Ja, dat vond ik ook grappig. Er waren gewoon heel veel dingen. Het was ook niet zo van, oh, je hebt maar 4 of 5 cartoons op een dag op een programma. Nee, het waren letterlijk 20 verschillende. Ja, dat vind ik dus zo ruk aan nu. Als je nu naar Nickelodeon gaat kijken, waar trouwens nu Pokémon op uitgezonden wordt. Vroeger was het altijd Disney XD of Jetix of Fox Kids. Ja. Nu is het fucking Nickelodeon. Ja, Dixie XD doet het nog steeds, maar die zijn bij Diamond and Pearl en bij Black and White. Waarschijnlijk omdat ze daar alleen de rechten voor hebben. Maar... Ja, klopt. Kijk, dan weet ik nog wel toen de tijd dat het op Jetix was. Oké, we beginnen bij Gen 1. We gaan nu naar Gen 2. We gaan nu naar Gen 3. Ja, maar dan was toch elke week had je een nieuwe aflevering. Mm-hmm. Klopt, dat vond ik zo mooi aan Avatar The Last Airbender. Ik moest en ik zou thuis zijn, want het seizoen 2 zou beginnen. Weet je, zoiets. Dat kan ik me ook nog wel herinneren toen seizoen 2 begon. Voor mij was het echt dat seizoen 3 ding. Seizoen 3, part 2. Nou, wat ik heel erg vet vond, was dat ze soms echt Avatar dagen deden, zeg maar. Of weekenden deden. Mm-hmm. Dat alles achter elkaar werd uitgezonden. Ja, dat is toch machtig? Voor mij is er wel trouwens een hele duidelijke cartoon die voor mij het bergafwaarts gedeelte is gestart, zeg maar. En dat is? Dat was Fanboy en Chum Chum. Ja. Toen ik dat zag, dacht ik echt, my god, ik kan het me niet herinneren, maar de naam krijg ik al gaan mijn nekharen van overeind staan. Maar ja, wat vind je van Tak in the Power of Juju? Oh, vond ik vreselijk. Vond ik oké. Vreselijk. De fact erin. Nou, het enige wat ik daar oké aan vond, was dat ik het wel de sfeer, zeg maar, dus waar het zich afspeelde, dat vond ik op zich wel grappig. Later is daar ook nog iets van een game van gekomen of zo, volgens mij. Ja. Ja. Allemaal shovelware, Ja. Ik begin nu ook een beetje constant door Iron heen te komen, dat is ook wel even fijn. Dat is mooi. Tak in de kracht dus van Dus het heeft wel nut om in de league te gaan trainen. Maat, Lucario, hoezo doe je Bone Rush terwijl dat gewoon geen effect heeft op Pelipper? Niet geen effect, wat is nou, ik wou dat? Ik wou dat ik de move had. Ja. Maar ja, dat is alles. Oké, dit gaat niet werken. De Switcheroo. Met Kadabra. Kantine. Welk level is je Kadabra ondertussen? 33. 6. Okay. Dat is bijna. Ja, 37 mag hij evolueren, toch? Ja. Ik werd one hit gekeo'd. Nice. Dankjewel Kadabra voor het heel frail zijn. Kadabra. Nou, die Lucario van Riley doet ook echt helemaal geen ene zak, hoor. Dat wou ik even gezegd hebben. Bedankt voor deze talk. Ik wou het zeggen, bedankt voor deze fucking fantastische grafinformatie die we gekloopt hebben. Oh. Dan zeg ik wel niks, hè? Hè? Op je muil, gauw! Op je... 5 euro's! Op je muil, gauw!
Dieves laai. Ik merk dat Floatzel best een probleem is. Mm-hmm. Je hebt een stuk in je broek. Hoi. Zeker als je Pokémon allemaal Psychic type zijn en hij Crunch kan. Rips Timpies. Oh, en weet je wat ook niet helpt? Dat Riley maar één Pokémon heeft. Yep. Dit wordt echt kut. Dit wordt echt kut. Bling, bling, yep. Bling, 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 bling. De Talos Critical. De Talos Critical. Nu ik een beetje nostalgisch ben. Iedere zaterdagochtend begon Galactic Football. Dan had je andere programma. Had je Pokémon tussendoor. Het was echt... Nou, op zaterdagochtend om 7 uur kwam altijd Yu-Gi-Oh! Daarvoor ging ik gewoon mijn bed uit. Bij mij was het Huntik om 6 uur. Oh, Huntik was zo nice. Die had pas een vette intro. Dat is ggewoon echt een goed nummer. Heeft Harm ooit Huntik gekeken of niet? Ja, dat was toch met... Dat is van dezelfde maker, Totally Spice volgens mij. Dat denk ik niet. Huntik is volgens mij door een Italiaans bedrijf gemaakt. Wacht even, help me even op weg. Dat is met die monsters. Dat is Martin Mystery. Oh. Wat was Huntik dan? Huntik was Mythes en Legendes. Ja, en dan hadden ze allemaal zo'n amulet en daar zat dan een soort titan in. En dan ging het vooral inderdaad over Mythes en Legendes. Het was super vet. Volgens mij door een Italiaans bedrijf gemaakt. Ze wilden er ooit een card game van maken, maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Sad. Ja, niet alles kan een Yu-Gi-Oh! Zijn of een Beyblade dat makkelijk omgezet kan worden tot franchises. Maar dat was echt wel een ding in onze tijd. Dat heel veel cartoons omgezet werden tot franchises. Nou, dat is op zich niet erg. Maar... Nee, maar dat geeft ze wel meer staying power, om maar even zo te noemen. Mm-hmm. Want ja, je hebt nu wel Amphibia, je hebt... Wat is waar? Amphibia, Owlhouse, die dingen heb je wel, maar die dingen blijven zo meteen niet lang. Oké, okay. Nooit van gehoord. Je wil mijn recommended nooit zien. Nee. Ik heb hele rare recommended. Komt omdat je nichtjes erop zitten dan of zo? Deels dat, ja. En omdat jij gewoon rare dingen opzoekt. Ik ontken niks. Oh my god. Ik beken het ook niet. Nog bevestigend, nog ontkennend. Zoiets? Ja. Nou, iemand die niet bevestigt, niet ontkent, die bevestigt het dus wel. Moeten we de parking afsluiten? Het is nog... Even kijken. 1 minuut en 50 seconden. Ik moet even een mailtje versturen die ik al 2 weken had moeten versturen. Ik word er ineens aan herinnerd. Dan kan ik zo naar de wc. Dan maakt het op zich nog niet uit dat hij nog niet... Die 10 minuten maakt hem dan nog niet uit. Nou, ofwel. Misschien wordt hij heel boos zo. Misschien. Misschien ook niet. Oh nee, toch niet. Of nee, toch niet. Oh, 1 AP. Nou, nog één Pokémon, dan ben ik ook door Burfa heen. Zo. Ik zit nu zo in twijfel of ik niet gewoon door zou gaan nu. Ik versta geen kut van. Dus, Ik zit zo echt in twijfel om gewoon door te gaan nu. Bliep, bliep, bloep, te gaan bedoel je, met de Elite 4. Ja. En doen. Ik hou niet tegen. Ik ook niet. Hoe zal ik recoveren? Is dat een idee? Het is een idee, of het een goed idee is, dat zeg ik niet. Maar het is een idee. Nou, best een oké idee. Ik voel me steeds beter in Pokémon. Is dat raar om te zeggen? Nou, met hoe vaak jij nu Gen 1 hebt gedaan, hoe vaak jij nu dingen doet met de Hardcore Generations? Nee, is niet heel gek. Oké.
Ik heb deze battles nu ook gewonnen door een combinatie van hypnosis en confusion en also Swift en zo. Mm-hmm. Oké, wat zijn jullie aan het kloten? Ja, ik zit nog steeds in die battle waar ik van die Floatzel. Die Floatzel is inmiddels dood, maar er zijn nog meer Pokémon. Maar dat is geen belangrijke fight, of wel? Nee, dat niet. Waarom jij? Nee, ik kan er wat waar betreft... Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens. Yo!